Dit is Omroep Zuidwest. Omroep Zuidwest. Update. Op donderdag 19 mei waren wij in het gemeentehuis in Sneek. Daar werden 15 awards uitgedeeld van de gemeente aan publieke gebouwen die een gekeurde functie hebben. Ik ben als voorzitter, nou, de programmaleider en ik zal het openingswoord doen. En wat vertellen over de vaak moeizame, maar ook wel leuke weg om tot oplossingen te komen. Er komen mensen langs van het zicht om te kijken of de rolstoel naar binnen kan, of je naar het toilet kan komen, of je bij de deurkruk komt en al dat soort dingen. Ja, we hebben een hele lijst voor ontwikkeld. En die lijst lopen ze langs als ze bij een gebouw komen. En als je aan alle punten voldoet, dan krijg je een bordje aan de muur dat iemand die een beperking heeft daar gewoon mee kan doen, zeg maar. Nu toegankelijkheid de norm wordt, omdat de Eerste en de Tweede Kamer dat hebben aangenomen als algemene maatregel van bestuur. Nu moeten gemeenten dus de stap zetten naar regelgeving dat alle gebouwen met een publieke functie op orde worden gebracht. Dat zal niet van vandaag op morgen gaan, maar daar moet een begin mee worden gemaakt per 1 januari 2017. Voor de gemeente is dit zich, dat cliëntorgaan integraal gehandicaptenbeleid, is heel belangrijk. Want die mensen zijn ervaringsdeskundigen, dus die zitten zelf in de rolstoel, die zijn beperkt qua gehoor of qua gezicht. En die kunnen natuurlijk veel beter kijken waar een gebouw moet voldoen dan dat wij dat kunnen doen. Dus voor ons is het een heel belangrijk orgaan. Dus ik ben ook heel blij dat we hier vanmiddag een aantal van die awards uit mogen reiken, want dat zijn toch de kleine milestones die zo'n organisatie zet. Dus voor ons heel belangrijk. Het strandje bij Kornwerderzand is door zandopslag niet meer aantrekkelijk voor bezoekers. Gemeente Zuidwest-Friesland, partner in het samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, wil daarom het strandje opknappen. Het zand wat hiervoor nodig is, komt uit de vaargeul bij Makkum. De vaargeul bij Makkum wordt uitgediept, zodat de scheepvaart hier weer veilig gebruik van kan maken. Gemeente Zuidwest-Friesland is vorige week begonnen met het uitdiepen van de vaargeul. Op 10 mei is Arcadis met behulp van lokale onderaannemers begonnen met hun werkzaamheden. Tot eind mei brengen zij dagelijks 1000 kub zand op schepen naar Kornwerderzand. Naar verwachting duren de werkzaamheden nog tot half juni. Omroep Zuidwest. Update.